Goedendag. Jullie staan bij het NEDAP Memory Meeting Point. Dit is eigenlijk een soort van digitale barcode. Er zit een klein chipje in het bandje en die kun je dus scannen bij een paal. En op het moment dat je dus hier je account of je bandje registreert, wordt die gekoppeld aan je naam. En dan hebben we ook via Facebook hebben we je profielfoto en je avatar en dan wordt het net wat leuker. Op die manier kun je dus die activiteit registreren. Na afloop sturen we je een overzicht toe met alle events die je bezocht hebt. En we hebben samenwerking met Spotify, dus alle events die je bezocht hebt krijg je een playlist van. En de foto's en we maken een schatting van hoeveel kilometer je gelopen hebt. Ik vind het wel heel leuk dat je dus later alles kan terugzien waar je geweest bent. Dat is ook heel handig, want ja, je bent zo brak daarna dat je het echt weer kan onthouden. Dus dat vind ik echt wel het leukste. Sowieso zijn mijn vrienden en ik gaan proberen om op nummer 1 te komen met de meeste check-ins. We rennen zo'n beetje rondjes. Tussen alle palen om gewoon in te checken. En op dit moment stond ik op nummer 12 en mijn vriend staat op nummer 4, dus ze doen het aardig goed. Ja, maar het is vooral voor mij is maar de onbekende bands die ik hier niet zie, of eigenlijk normaal niet toe gaan. Dat check ik even, sowieso even in. En als ik een vette nummers tegenkom, dan kan ik even na de hand de tracklist bekijken en dan weet ik gewoon welke nummers er allemaal zijn. En dat vind ik het leukste. Als er een foto wordt gemaakt normaal, moet je eerst dus 20.000 foto's doorzoeken of jouw foto er überhaupt op staat. Met zo'n bandje vind je het meteen terug, dat is wel handig. We hebben ongeveer nu 7000 mensen die meedoen. En we hebben 12.000 bandjes in totaal. En je merkt dat er steeds meer mensen nog aan het aanmelden zijn de gedurende dag. Ja, bij waar je bent geweest. Altijd leuk als je over een jaar kan zien, oh ja, die optredens heb ik gehad. En voor volgend jaar weer kijken waar je dan bent geweest. Ja, eigenlijk zou je die bandje natuurlijk gewoon GPS moeten hebben. Dat als je in je app kan zien waar je vrienden lopen. Als die toestemming daarvoor gegeven hebben, dan heeft het echt toegevoegde waarde. Want nu kan je wel zien waar ze zijn, maar ja, we zagen net dat onze vrienden in een grol staan. Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen daar binnen staan, die ga ik nooit terugvinden. Dus het kan nog beter, maar ik begrijp dat dat lastig is, maar dat zou nog een verbetering zijn. Nou, ik vind dat er meer incheckpunten mogen zijn. Dat je ook weet van, hé, ik ga nu een hamburger eten of dat soort dingen. Maar ja, dat moet nog komen. Zijn er al nieuwe plannen voor volgend jaar? Ja, maar daar ga ik nog niks over zeggen.